Ivan Nieuwdoplein, die zegt in feite dat de reactie van VHP-parlementariër dat de Nationale Partij Suriname van een nationale partij verworden is tot een dorpspartij, in feite voor eigen rekening is van Jogi. Hij wilde er alleen kort erop reageren door aan te geven dat Jogi vaker zaken aanhaalt van personen, van parlementariërs, van politici en van politieke partijen, zonder stil te staan bij de consequenties hiervan. U hoort parlementariër Ivan Nieuwdoplein in gesprek met TBN Primeleur. Dat de NPS in feite van een nationale partij verworden is tot een dorpspartij. Heer Plein, laten we alvast uw reactie daarop hebben. Wat zegt u hierop? Dus eigenlijk is dat een lachertje. Laat me beginnen te stellen dat de feiten daar zijn. Bewijsmateriaal is daar dat de NPS gegroeid is. Alleen is het kiesstelsel dat gemaakt heeft dat de NPS dus 3 zetels maar behaald heeft. Maar duidelijk is dat de NPS 100% is gegroeid. Eigenlijk wilde ik niet eens reageren op wat meneer Jogi gezegd heeft, omdat ik zeg van je maakt hem dan belangrijker dan hij is. Maar goed, het is toch belangrijk dat we dit niet gewoon laten leven in die atmosfeer, maar dat we toch even een korte reactie geven. Eigenlijk is het dus rijp voor de prullenbak, laat me dat gelijk stellen. Ik moet zeggen dat wanneer politici zich zo arrogant opstellen, als we even teruggaan richting de Bijbel, is Jezus vernederd. Men heeft hem beledigd en uiteindelijk, vandaag aan de dag, buigen wij allemaal voor hem. Laten wij de geschiedenis niet vergeten dat de geschiedenis zich herhaalt. Vandaag is de beurt aan de zijde van meneer Jogi. Morgen zal het zo zijn dat het de beurt zal zijn van de NPS. Ja, dus ik heb geen boodschap aan die arrogante houding van meneer Jogi. Het is niet de eerste keer dat hij het doet. Het is vaker dat hij het gedaan heeft. En hij doet het ook met verschillende politieke partijen. Ja, maar goed. Ik heb duidelijk aangegeven, de geschiedenis is daar. De NPS is een gerespecteerde politieke partij. Duidelijke groei van 100%. Het kiesstelsel nogmaals heeft ons even genekt. Maar goed, de komende tijd zullen we hard werken. We zijn al bezig hier en daar het een en ander in place te hebben. En hij zal het wel merken. Wanneer je steeds weer beledigend wil zijn naar een politieke partij, moet je niet vergeten dat die samenleving daar staat te kijken. Ja, en uiiteindelijk zullen zij op 25 mei 2025 de duidelijke boodschap geven aan meneer Jogi. Ja, dat is mijn enige boodschap die ik heb aan meneer Jogi. Maar wat zegt dit dan van die samenwerking? Men propageert toch eenheid in bestuur. En met dergelijke uitspraken vraagt die gemeenschap zich af of daadwerkelijk die eenheid nog erin zit. Meneer Jogi is één van binnen het geheel. Ja? Het zijn meerdere mensen die in principe die coalitie gevormd hebben. En de anderen propageren eenheid wel? Dat klopt. Maar nogmaals, wanneer meneer Jogi iets aangeeft, betekent niet dat het die samenwerking is. Ja, dus wat meneer Jogi zegt, laat ik voor zijn rekening. Ik heb duidelijk aangegeven, de samenleving die kijkt met argusogen aan naar wat meneer Jogi gezegd heeft. De NPS, de Mantaki NPS na absentie. No one man broken. Dat moet men vasthouden. Vandaag aan de dag zitten we met 3 zetels. Straks zult u zien wat de NPS zal zijn in de richting de verkiezingen van 2025. Dus daarom, wat meneer Jogi betreft, gelooft u mij, wie naar hem luistert, heeft genoeg tijd. Maar gelooft u mij, tijd is kostbaar. Dus ik denk dat we dus ons bezig moeten houden met de ontwikkeling van het land. Wat de gemeenschap zich vraagt, heer Plein, is wat dan de toewijzing van grond aan 2 collega-parlementariërs van u, 2 parlementariërs van de ABOP. En de gemeenschap die zegt, wie dus het kruis heeft, zegent zichzelf. Ik weet niet als je dat zo moet stellen hoor, omdat ik de mening ben toegedaan dat ook de politici Surinamers zijn. Alleen is het zo dat men wel rekening mee moet houden dat men zich niet gaat, hoe zou je het kunnen zeggen, verreken met gronden. Ja, zoals anderen dat hebben gedaan die in elk geval de NPS vandaag aan de dag willen vernederen. Maar goed, ik zal daarover niet veel meer uitweiden, want de tijd is kostbaar zoals ik het heb gezegd. Als parlementariërs
een stuk grond krijgen, dan zeg ik, als ze één hebben, is het voldoende. Ja, als ze twee hebben, goed, een landbouw, een bebouwing, dan zeg ik, oké. Ze zijn ook mensen. Ze zijn ook burgers van het land. Maar wanneer, nogmaals, het gaat dat je meerdere gaat krijgen, dan zeg ik, één nee. Als je 3, 4, 5 en 6 enzovoort gaat krijgen, dan zeg ik, één nee. Even parkeren. Alleen zeg ik ook van, er zijn mensen die wachten jaren. Sommigen zijn al overleden, hebben dus niet eens datgene wat ze hebben gevraagd gekregen. Misschien moet inderdaad eerst daarna gekeken worden. Er is ruim genoeg tijd nog om in elk geval de mensen te geven. Maar zeker eerst de beurt geven aan de mensen die inderdaad gevraagd hebben. Ik zeg, ik ga geen uitspraak doen dat ze het niet mogen krijgen. Omdat ze Surinamers zijn. Ja, maar nogmaals, ik herhaal, laat het zo zijn dat in elk geval niet één persoon 5 en 6 enzovoorts kreeg. Ja? Als dat het is, omdat je parlementair bent, dan zeg ik nee. Maar als het is dat je zelfs één recht hebt op één, dan zeg ik oké, goed, no problem. Ja, en afhankelijk van ook de grootte. Ik bedoel, een parlementariër kan nog niet een heel district willen hebben. Ja, ik bedoel, straks kunnen we de naam dan veranderen. Ja, dat moet het niet zijn. Ja, maar ik zeg van als je een 500 vierkante meter hebt gekregen of een 1000 vierkante meter bebouwing, dan zeg ik oké. Maar nogmaals, de oproep van mij is, laten wij niet vergeten de mensen die jaren hebben gewacht op een stuk grond. En dat zij in elk geval ook aan de beurt moeten komen. Want dat is belangrijk.